Hartelijk welkom op het familiebedrijf van de familie Vollering. Mijn naam is Frank van Ooy. Ik ben verantwoordelijk voor onder andere duurzaamheid bij Friesland Campina. En we hebben vandaag een stakeholderbijeenkomst vanaf de melkveehouderij, waarin wij met een aantal collega's en met Bert als melkveehouder u wat meer willen gaan vertellen over duurzaamheid bij Friesland Campina. Wat we eigenlijk willen proberen te doen is u het verhaal te vertellen achter het duurzaamheidsverhaal, achter het glasmelk. Uw gewaardeerde stukje kaas, uw schaaltje yoghurt dat u 's ochtends waarschijnlijk gebruikt. Het romige dessert waar u 's avonds na de maaltijd van geniet. Het verhaal waar 40.000 mannen en vrouwen bij Friesland Campina in de coöperatie, de melkveehouders, maar ook in de onderneming, de medewerkers van meer dan 80 werkmaatschappijen in 28 landen aanwerken. Mijn collega's die zullen u straks meenemen op meer detailniveau op de 4 speerpunten van ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat is dan zo'n idea worth spreading of worth sharing met ons? Waar ben je echt trots op? Nou ja, in eerste instantie ben ik heel erg trots op wat we als Friesland Campina doen. In de zin dat we ook lange termijn doelstellingen afspreken met elkaar. En dat betekent dat ik als beleidsmaker in staat ben om ook langdurige programma's voor Friesland Campina te verzinnen en uit te rollen. Melk heeft ook iets unieks. Hè. Calcium kennen jullie waarschijnlijk allemaal. 60% van de calcium die je binnenkrijgt in Nederland komt van zuivel. Hè. Dat is iets uit de voedselconsumptiepeiling. Maar ook eiwit en iets minder bekend zijn vitamine B2 en B12. 40% van wat je aan vitamine B2 en B12 binnenkrijgt in Nederland, komt ook uit zuivel. Hebben we het dan over een fabeltje als die kritiek op melk langskomt of over een feit? Wat kun je daar kunt kort er lang over breed over praten, maar melk is gewoon een gezond onderdeel van een normaal voedingspatroon. Ja. En daar hoef je niet al te moeilijk over te doen. Als je ook de mondiale ontwikkelingen ziet, is Friesland Campina dan wel in staat om in die kopgroep mee te lopen? Zit u daar al in eigenlijk? Of vind je dat jullie in het peloton hangen, voor in het peloton? Als het gaat om het efficiënter en duurzamer maken van die hele keten. Persoonlijk vind ik het inderdaad natuurlijk niet snel genoeg gaan, maar je moet de dingen wel in perspectief zien. En dan denk ik dat Friesland Campina op een aantal terreinen echt wel koploper is. Ik werk al sinds het begin dat ik bij Solidaridad zit, sinds 2009. Met Friesland Campina samen, omdat koeien onder andere soja in hun voer hebben en Friesland Campina zich verantwoordelijk voelt voor de duurzaamheid van het voer. Is Friesland Campina nou koploper? Nou, wij werken samen met heel veel bedrijven, Marks & Spencer in Engeland, Unilever. En ik denk dat je absoluut kunt zeggen dat Friesland Campina een van de koplopers is. En je moet je iedere dag realiseren dat het werk is van een hele lange termijn. Hè? Dus je noemde ook al in je introductie het feit dat de melkveehouderij als populatie steeds ouder wordt. Als je dat wilt verjongen, ja, dat is iets, dat gaat over een hele lange termijn. En daar zit natuurlijk wel een succesfactor onder, dat je moet proberen om jonge mensen echt enthousiast te maken voor het vak van melkveehouder. En dat moet niet iets zijn wat je nog weet dat je opa deed, maar dat moet iets zijn wat je zelf wilt gaan doen. Zit Friesland Campina ook in de kredietverlening, microkredieten voor kleine boeren of werkt ze daarin samen met banken? Ja, afgelopen jaar hebben we onder andere samen met de Rabobank Foundation een faciliteit geopend voor kleine boeren om toegang te krijgen tot microkredieten. En de afgelopen 5 jaar vonden Adrie en ik dat we aan de volgende stap toe waren. Zowel voor ons als voor die koeien. En toen hebben we een nieuwe stal neergezet waar 1 hoofdeiter was. Veel lucht, licht en ruimte. Wat je wel ziet gebeuren is nu dat wij klanten hebben die vragen ons enerzijds van goh, we zitten met die zuivel, duurzame zuivel. Hoe kunnen we dat nou inrichten? Wat kunnen jullie daarin betekenen? Nou, we geven een advies, we laten zien wat we doen. En vervolgens wat er gebeurt is dat er een vraag de markt ingaat voor duurzame zuivel. En waar eigenlijk Friesland Campina in 1 keer de meeste punten gewoon kan afdekken. En zeggen, hey, daar voldoen wij aan, wij doen dat. En je ziet toch dat we daar een echte voorsprong maken op de, nou, in dit geval toch de concurrentie. Eigenlijk is die zuivelsector zo'n beetje voor Nederland wat de Duitse automobielindustrie is voor Duitsland.
Alleen wij doen er altijd wat moeilijker over. We zijn er wat minder trots op dan de Duitsers op hun BMW, Mercedes, et cetera. 50.000 banen in de Nederlandse sector zuivel- en melkveehouderij. 8 miljard euro exportwaarde. Afgelopen jaar bijna 700 miljoen euro investeringen. Dat zijn fikse bedragen. En steeds meer mensen zien ook het belang van, zeg maar, deze bijdrage aan de Nederlandse economie. Natuurlijk zal de overheid en zeg maar het maatschappelijk middenveld en publieke opinie wel van je eisen dat je zo schoon en zo duurzaam mogelijk produceert. Ja, daar gaat dit hele duurzaamheidsprogramma nu natuurlijk over.